والذكر وفي فيض من الله. Assalamu alaikum iedereen, welkom op onze YouTube kanaal. Vandaag gaan wij een Q&A houden en wij hopen dat jullie ervan zullen genieten. Inshallah. Wij hebben namelijk een paar vragen eruit gekozen uit ons TikTok account. We hebben namelijk een video geplaatst op TikTok waar dat mensen vragen kunnen stellen. En daarvanuit hebben wij een paar vragen genomen waar dat wij kunnen antwoorden natuurlijk op deze vragen. Inderdaad, laten we beginnen, Younes. Oké. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op onze YouTube-kanaal. En te liken natuurlijk. En te delen natuurlijk. Goed, Sarah, begin maar met de eerste vraag. De eerste vraag is, hoe heten jullie? Ik heet Sarah. En ik heet Younes. De tweede vraag is, wat zijn jullie bijnamen? Mijn bijnaam is Rafik. En mijn bijnaam is Lubna. Dan, de volgende vraag is, Sarah. Wanneer zijn jullie jarig? Ik ben jarig op 7 juni. En ik ben jarig op 21 januari. De volgende vraag is, het is een speciale vraag. Zijn jullie Turks of Marokkaans? Heel veel mensen denken dat wij Turk zijn. Ja. Maar hebben we iets dat we op een Turk lijken? Hebben we misschien een speciale kleur of zo? Nee mensen, wij zijn... Marokkaan. De volgende vraag. Wonen jullie in Nederland of België? Zoals de meesten kunnen waarschijnlijk horen aan ons accent, zijn wij uit België. Klopt. Wat deden jullie vroeger voor sport? Ik deed namelijk taekwondo. En jij, Sarah? Ik deed ook taekwondo met mijn broer, maar ik ben gestopt. Maar ik doe zelf nog altijd taekwondo. De volgende vraag is... Zijn jullie een tweeling? Zijn wij een tweeling? Deze vraag krijgen we ook heel vaak, maar wij zijn geen tweelingen, zoals jullie kunnen zien aan onze vorige vraag. De volgende vraag. Hebben jullie nog meer broers of zussen? Ja, zeker. Wij hebben nog 2 broers en 2 zussen. De volgende vraag. Wonen jullie samen als broer en zus? Natuurlijk wonen wij nog samen als broer en zus. Zeker en vast. Wij wonen nog bij onze ouders, als ik het zo mag zeggen. Ja. De volgende vraag is een beetje een rare vraag. Wacht, ik zal die anders lezen. Hebben jullie kinderen? Sorry, ik had geen andere vraag in mijn hoofd. Ik wil jullie graag zien, inshallah. Hebben jullie kinderen? Hebben wij kinderen? Eerst en vooral, wij willen jou ook graag zien, inshallah. Inshallah, zeker en vast. Maar hebben wij kinderen? Wij hebben geen kinderen, mensen. We zijn broer en zus, natuurlijk. De volgende vraag. Waarschijnlijk is één van jullie al getrouwd. Nee, we zijn niemand nog niet van ons is getrouwd. Momenteel houden wij daar nog ons niet mee bezig. Wat vind jij van je broer en wat vind jij van je zus? Wat vind jij van mij? Wat ik vind van mijn broer is dat hij echt behulpzaam is. En vooral, het is iemand waar je gewoon mee naar buiten kunt gaan en echt plezier mee kan hebben. Ik beschouw mijn broer zelf als mijn beste vriend. En ik ben alhamdulillah trots dat ik zo'n broer heb als deze. Voilà, klopt. Wat vind je van mij? Ik juist hetzelfde bij mijn zus. Ik hou van mijn zus. I still love you. Ze heeft mij altijd veel respect. We kunnen altijd leuke dingen samen doen buiten. Alhamdulillah. Wat heel leuk is en aangenaam. Beste vrienden natuurlijk. Niemand kan ons weghalen van elkaar. Zeker en vast. Dus alhamdulillah. Het is belangrijk om zeker en vast een goede band te hebben. Tussen jouw broer en zus. Zeker en vast. Want Allah subhanahu wa ta'ala is de grootste. Hij zorgt ervoor dat er altijd een vriendschap blijft natuurlijk. Dat is zo lief, Younes. Dank je. Geen probleem, Sarah. De volgende vraag is... Ik wil eerst zeggen, ik ben trots op jullie. In welke omgeving wonen jullie? Wacht. Wij zijn zeker en vast trots op jullie ook, mensen. Ja, inderdaad. In welke omgeving wonen jullie? Wij wonen in de omgeving van Hasselt. Klopt. Maar wij studeren in Brussel. Dus wij zijn meer in de buurt... Ik en mijn broer, wij zijn meer in de buurt van Brussel dan in de buurt van Hasselt. De volgende vraag is... Hadden jullie al altijd zo'n goede band? Eerlijk gezegd wel, Sarah, of niet? We hebben altijd een goede band. Vroeger, omdat we klein waren, misschien een beetje vechten en zo. Maar daarna, alhamdulillah, de band werd steeds goed en goed. Dus. Ja, het wordt steeds beter en beter. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
De volgende vraag. Wat doen jullie graag samen? Wat ik persoonlijk graag samen doe met mijn broer, is video's maken met mijn broer. We maken echt zoveel plezier samen. En het is echt leuk om samen te doen, hè? Ja, inderdaad. Ik weet niet wat jij graag samen doet met mij. Met jou? Naar de attractieparken gaan. Samen auto rijden, zeker en vast. Voilà. Lachen en zo, ja. De volgende vraag is... Wat was de hatelijkste moment die je ooit hebt gehad? De hatelijkste moment? De hatelijkste... Nu moet ik wel eventjes denken. Wat was de hatelijkste moment? Wat ik vooral soms haat, is nu vooral met coronatijden, dat we bijvoorbeeld heel lang in een lange wachtrij moeten staan, vooraleer we binnen in een winkel mogen. En dat is iets wat ik soms echt heel erg haat. Zeker als je gewoon voor één product naar binnen moet, of ja, één product moet gaan halen, en dan uiteindelijk toch in zo'n lange rij moet gaan wachten. Wat is jouw hatelijkste moment? Voor mij is het juist hetzelfde, eerlijk gezegd. Of als ik moet wachten op de bus of op de trein, dan duurt dat echt lang, lang, lang. Ah, en natuurlijk ook stress. Snap je? Als je voor een examens moet gaan, dan heb je zo echt stress, stress, stress. Examenstress. Ja, waarom je moet de hele tijd... Ik heb opgekund het wel halen, hè. Ik heb nog zo mijn best gedaan. Lopen, 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 dit, oh, dat, ja, snap je? Ja. Van de ene lokaal naar de andere lokaal. Dat klopt. Volgende vraag. Wanneer heb jij je hoofddoek gedragen, Sarah? Ik draag mijn hoofddoek al sinds ik 14 jaar was, alhamdulillah. En ik ben daar alhamdulillah trots op. De volgende vraag. Ja, doe jij die anders. Hoe zijn jullie begonnen om een islam-account te maken op TikTok? Wie heeft jullie geïnspireerd? Hoe wij zijn begonnen met een TikTok-account te maken over islam, dat was eigenlijk... We zijn eigenlijk al van heel vroeger bezig met islam. Vooral onze vader of onze moeder, die hebben ons vooral geholpen hiermee. Die hebben ons altijd al islamkennis meegegeven, van kleins af aan. We hadden vroeger ook op onze basisschool islamles, ook in onze middelbaar zelf. Daarna hebben wij besloten om zelf meer kennis op te doen. En op een dag kwam mijn broer binnen en, naar mijn kamer en hij vroeg natuurlijk of ik met hem samen een video wil maken. Ik weet dat nog heel goed, ja. Het was natuurlijk spannend, omdat wij natuurlijk niet wisten dat, ja, dat dit viraal ging gaan. Ja, na onze eerste video zagen we dat heel veel mensen dat leuk vonden. En alhamdulillah, we zijn echt trots met wat we nu bereikt hebben. En wij hopen natuurlijk, inshallah, dat we in de toekomst nog heel veel meer andere mensen gaan kunnen helpen en gaan kunnen inspireren. Dan nog op uw tweede vraag die je had gesteld. Wie heeft jullie geïnspireerd? Onze vader natuurlijk, toch? Ja, vooral onze vader eigenlijk. Want hij is eigenlijk degene die vooral echt bezig is met islam en zo. En als wij bijvoorbeeld iets niet weten, dan weten we natuurlijk dat we altijd bij hem terecht kunnen. Zeker aan vast. En we mogen echt alhamdulillah trots zijn met zulke ouders die we hebben. Zeker aan vast. De volgende vraag is, wat vinden jullie ouders van jullie TikTok-account? Eerlijk gezegd, mijn ouders zijn echt blij met onze account natuurlijk. Want het heeft een groot bereik gehaald, alhamdulillah. En onze ouders stimuleren ons ook, zeker en vast, om steeds door te gaan met onze video's, natuurlijk. Ze zijn echt blij op ons dat we zo'n video's maken en dat we meer kennis meegeven aan de jongeren toe. En dus ja, alhamdulillah, we zijn blij daarmee. Onze ouders zijn vooral echt heel trots op ons. Zij supporteren ons overal. Zij volgen ons op TikTok. Zij volgen ons op Instagram. Ze kijken zelf onze live sessies. Die kijken ook altijd onze video's. En dat motiveert ons ook om natuurlijk door te gaan. Want onze ouders die zijn echt gewoon trots op met wat we doen. We zijn als vrienden, dus laten we het zo zeggen. Met onze ouders natuurlijk. Ja, voilà. Een echt goede band, alhamdulillah. Ja, dat is eigenlijk... Ja. Dat is echt eigenlijk wel een goede gevoel. Dat je ouders hebt die je stimuleren om nog meer en meer video's te maken, alhamdulillah. Zijn jullie al in Mekka geweest? Nee, we zijn nog nooit naar Mekka geweest. Maar ik wil echt supergraag, inshallah, na bepaalde jaren eens naar Mekka gaan. Zeker een bezoekje gaan brengen. En jij, Sarah, ook? Ik wil ook heel graag naar Mekka gaan, inshallah. Nu op dit moment zijn we nog nooit naar Mekka geweest. Dus ja, maar we hopen inshallah op een dag dat wij ook naar Mekka gaan. De volgende vraag.
Hoe zijn jullie zo positief geworden? PS, ik kijk altijd. Jullie zijn zo inspirerend, dank u. Eerst en vooral wil ik jou bedanken. Dankjewel. Wil ik iedereen bedanken. Want jullie zijn degene waarvoor we het doen. Klopt. Hoe zijn jullie zo positief geworden? Dat is een heel goede vraag. Er is al zoveel negatieve dingen die je op de wereld ziet. Het belangrijkste is om gewoon altijd te denken aan mensen die het minder hebben dan je. En dat is wat mij positief maakt. Ik kijk bijvoorbeeld waar ik nu ben en ik kijk dan bijvoorbeeld naar mensen die het minder hebben dan me. Dus altijd positief blijven in het leven en van elke dag genieten. Heb jij iets nog een antwoord hierop? Eigenlijk juist hetzelfde zoals je zei, Sarah. Okay. Je hebt echt mooie woorden gebruikt, dus ja. Wat is jullie favoriete Arabische eten? Mijn favoriete Arabische eten is couscous. Subhanallah, je pakt mijn woorden. Wallah, ik wou ook zeggen couscous. Ah, is ook ja, ik wou ook couscous zeggen, wallah. En tagine vind ik ook zeker en vast lekker. Wat ik ook heel lekker vind, is erfoussa. Erfissa. Ja, oké, okay, je hebt het juist gezegd, maar je uitspraak is zo'n beetje... uitspraak was niet zo goed, mensen, maar ja. Zoals jullie weten, ik kan niet zo goed Arabisch. De volgende vraag is, wat is jullie grootste droom? Mijn grootste droom is om, inshallah, de mensen te motiveren om meer kennis op te doen over de islam. Hoe meer kennis wij hebben, hoe meer kennis wij ook delen aan jullie, inshallah. Dat is eigenlijk mijn droom. Dat is ook een deel van mijn droom. Mm-hmm. Een deel van mijn andere droom is ook om inshallah in de toekomst zoveel mogelijk arme mensen te helpen. Om vooral ook vrede te stellen aan de mensen. Mm-hmm. Want ja, het is natuurlijk heel belangrijk mensen om er voor elkaar te zijn. En ik hoop echt inshallah in de toekomst om voor zowel vrijwillig werk te doen en zowel om armen te helpen. En ik zelf? Wil zelf, inshallah, later misschien een stichting openen. Inshallah. Dat zou ook echt een goede idee zijn. Om zo arme mensen te helpen natuurlijk, enzovoort. Maken jullie vaak ruzie? Maken wij vaak ruzie? Wij maken soms ruzie, maar dat is niet een ruzie die bijvoorbeeld, bijvoorbeeld meer dan een week zal duren. Zeker, of drie dagen of zo. Want de moslim mag maar 3 dagen maximum ruzie hebben. Ja. Onze langste ruzie die we gehad hebben was denk ik 2 uurtjes of zo. 2 uurtjes? Ik denk van wel, ja, 2 uurtjes, weet je. Maar meer is dat eigenlijk niet. Wij komen alhamdulillah goed overeen. Maar het is natuurlijk normaal dat wij ook af en toe ruzie maken. Hoe lang zitten jullie op TikTok? Op TikTok, hoe lang zitten wij op TikTok? Een paar maandjes? Al een paar maanden. We waren begonnen zoiets met coronatijden, dus dat was ergens in maart of zo. Is dat 3 maandjes, 4 maandjes? Ik denk zoiets. 3 of 4 maandjes. Denk het van wel. Ik denk 3, 4 maanden, ja, zoiets. Ja, 3, 4 maanden of zo dat we op TikTok zitten. De volgende vraag is... Zijn jullie Berbers? Ja, wij zijn Berbers, alhamdulillah. Ja, dat was eigenlijk de vraag. Zijn jullie Berbers? Ja, zijn jullie Berbers, voilà. Zijn jullie afgestudeerd? Bedoelen ze afgestudeerd in het secundaire onderwijs? Of? Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben afgestudeerd in het secundaire onderwijs, alhamdulillah. En Sarah ook, natuurlijk. Ik ben ook afgestudeerd, alhamdulillah. En wij studeren nu aan de universiteit. Waarom zijn jullie zo leuk? Dit is zo lief. Love you. Waarom zijn jullie zo leuk? Waarom zijn jullie zo lief? Echt waar, zonder jullie zouden we waarschijnlijk nooit zo'n video's gemaakt hebben, et cetera. Zij motiveren ons om echt door te gaan, alhamdulillah. Inderdaad. Jullie zijn 1 voor 1 echt lieve mensen. We hebben echt de allerliefste volgers. Ja, dat is het. Ik denk dat was de laatste vraag. Dit was onze Q&A, mensen. Dit was de laatste vraag die we juist beantwoord hebben. Wij hopen, inshallah, dat jullie nu heel veel weten over ons. En wij hopen, inshallah, dat er nog massaal video's komen op deze YouTube-kanaal. Vergeet zeker en vast niet te liken, te abonneren op deze YouTube-kanaal. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons hierbij helpen om nog meer en meer video's te maken, inshallah. En wie weet,
komt er nog een tweede deel van de Q&A. Inshallah. Bedankt. Zeker om vast niet te gaan volgen op ons Instagram-account en op onze Snapchat en op ons Facebook-account natuurlijk. Slema iedereen. Slema iedereen, dankjewel.